Sekar Bisisser, advocaat en psycholoog in Nederland, zegt dat de stelling eenheid in verscheidenheid niet meer werkt. Dit haalde hij gisteravond aan tijdens een lezing Gewenste en ongewenste verbondenheid in de buitensociëteit Het Park. Bisisser heeft onderzoek gedaan naar de noodzaak en het gevoel van verbondenheid tussen Suriname en Nederland. Hij heeft daarbij ook gekeken naar de vijandigheid en het wantrouwen. In zijn onderzoek heeft de advocaat ook aandacht besteed aan diverse relaties binnen de Surinaamse gemeenschap, zoals de relatie burger en staat. Bisisser zegt verder dat er nu binnen de Surinaamse gemeenschap gewerkt moet worden aan de verscheidenheid in eenheid. Er moet volgens hem ook gewerkt worden naar een samenwerking tussen alle etnische groepen, die al bestaat in het maatschappelijk verkeer, maar politiek verdeeld wordt gehouden. Het is niet verantwoord dat een politieke leider op het politiek podium schreeuwt: waarom moet een Koolie president worden? Waarom moet een Indiaan president worden? Waarom moet een Creole president worden? Dat is niet de juiste manier om de samenleving tot ontwikkeling te brengen. Ja, men gaat alleen maar de diversiteit en de verscheidenheid benadrukken, stimuleren, in plaats van die met elkaar te doen verbinden en te stimuleren dat er samenwerking komt in het belang van de natie, te stimuleren dat er een welvaart komt. Bisisser zegt verder dat de volgende regering in de komende jaren moet werken aan de verbondenheid van alle burgers. Hij gelooft dat er op deze manier gewerkt kan worden aan natievorming. Suriname is nog geen natie in de diversiteit, in die verscheidenheid. Een natie is niet dat u een volkslied heeft, dat u een vlag heeft, bekende. Ik heb het in mijn boek aangehaald, dokter Redam, die zegt: natie heeft niets te maken met de religie, natie heeft niets te maken met zaken als een volkslied, een vlag. Natie heeft te maken met gezamenlijk verdriet hebben. Natie heeft te maken met gezamenlijk in de feestvreugde delen. Natie heeft te maken met Nederland wint van Brazilië. Alle Nederlanders, alle Oranjegezinden vieren feest, dus natie. En daar schort het dan. Het cultuurbeleid vanuit de Surinaamse regering, vanuit de Surinaamse democratie, moet stimuleren dat wij die natie krijgen die wij zo graag willen. Waarbij iedereen zijn schouders zet om het land vooruit te brengen. Sekar Bisisser, advocaat en psycholoog in Nederland. Hij hield gisteravond een lezing Gewenste en ongewenste verbondenheid in de buitensociëteit Het Park.